Een heel goede avond. Doen we Foes, wij doen voort. Dat kunnen ze nu eindelijk in Aalst. Want ze hebben daar 3 jaar moeten wachten op carnaval. Maandenlang hebben de Aalstenaars hun praalwagens opgebouwd en versierd. Vandaag konden ze dan eindelijk weer de deur uit en rijden langs een parcours de stad rond. Het is een beetje een feesteditie, want 100 jaar geleden ging de allereerste echte carnavalstoet uit. Aalst carnaval duurt 3 dagen. 3 dagen waarin Aalstenaars de stad onveilig maken. De verming van de stoet hier op Appel. Jordi I, prins carnaval, opent vanmiddag de lang verwachte stoet. Wat verwacht u ervan vandaag? Een formidabele stoet ten eerste al, want die hebben we al 3 jaar moeten missen. Het gaat een fantastische stoet worden. En daarna een ongelooflijk volksfeest zoals dat alleen in Aalst kan. We hebben hier in Aalst carnaval uitgevonden. Er komen zeker 10.000 mensen kijken naar de meer dan 270 wagens. Voor het moment gaat het wat traag, ja, maar dat is beginnen na 3 jaar. Is dat wel een beetje wennen, waarschijnlijk terug voor de groepen. Hè? Denk je dat ze het vergeten zijn hoe dat moest? Nee, vergeten een echt naalsnaar, die vergeet dat niet. Dat komt wel goed. En uiteraard krijgt ook de politiek in de stoet de spreekwoordelijke schop onder de kont. En is de actualiteit een bron van inspiratie. Te veel kindjes, dat is niet te doen. En op een zondag moet ik ook werken. Ik kan niet naar Roche carnaval komen zonder die kindjes erbij. Het is niet goed met de crash precies. Nee, het gaat niet goed met hem. We zijn slecht gezien, hè. Kind is slecht gezien. Ja. En de vuil Jeannette, die sparen niemand. Ook collega Saskia de Schutter niet. Ik wil je direct een tataplekker geven, ze. Dank u wel. Merci voor dat komen, hè. En als je alle dagen komt, dan heb je goed seks leven, hè. Ik zal hier vallen maken. Oké, dank u wel. Er is nog wat chaos op de luchthaven van Zaventem. Want in totaal zijn 5000 stuks bagage achtergebleven door de spontane staking gisteren bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het personeel is vandaag wel weer aan het werk gegaan. Maar de achtergebleven koffers die moesten nu natuurlijk zo snel mogelijk bij de reizigers geraken. De luchthaven die vroeg om alleen naar de luchthaven te komen als je een bericht had gekregen dat je koffer beschikbaar is. We waren gisteren aangekomen in België en we hebben geen bagage ontvangen. We dachten online te kunnen regelen, maar dat bleek niet te werken. Dus nu zijn we hier. En wat moet je hier dan doen? Papier invullen. En zullen we zien wat er gebeurt. Ja, u ziet het, de passagiers die hun koffer gisteren niet kregen, die moesten toch nog wat wel geduld uitoefenen, laat Brussels Airport weten. We hebben hier 5000 achtergebleven bagage, dus dat is veel. Dat neemt een beetje tijd om al die bagage te sorteren en naar de passagier te sturen. Dus misschien zullen we inderdaad vandaag vele bagage sturen, maar dat zal ook het geval in de komende dagen zijn. Gelukkig, vandaag gebeurt alles heel goed. Vanochtend vroeg waren er opnieuw grote knallen te horen in Antwerpen. Op 2 adressen in Berchem en Wilrijk zijn zelfgefabriceerde molotovcocktails tot ontploffing gebracht. Op de Krijgslaan in Wilrijk ontplofte het eerste projectiel en was de schade aan een schoonheidssalon nog het grootst. De Fruithoflaan in Berchem, niet zo ver van het eerste adres, was het vermoedelijke doelwit ook een schoonheidssalon. Daar zijn ook verschillende flesjes met brandbaar materiaal aangetroffen, maar daar bleef de schade beperkter. Een link met het drugsmilieu wordt zoals altijd onderzocht. De Verenigde Staten raden China ten stelligste af om wapens te leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken aan zijn Chinese tegenhanger Wang Yi in de marge van de veiligheidsconferentie in München. De relaties tussen China en de VS die zitten op een dieptepunt. Onder meer na het neerschieten van een vermoedelijke spionageballon van China boven de VS eerder deze maand. Beelden van de ontmoeting tussen de buitenlandministers van de VS en China in München zijn er niet. Maar Blinken reageert na afloop op de Amerikaanse televisie op berichten dat Chinese bedrijven wapens zouden leveren aan het Russische Wagner-huurlingenleger. We have seen them provide non-lethal support to Russia for use in Ukraine. The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support. And we've made very clear to them that would cause a serious problem for us and in our relationship. China ontkent dat het Rusland actief steunt. Meer nog, de Chinese president zal deze week op de eerste verjaardag van de invasie een toespraak over vrede houden. Volgens Wang Yi is het dan ook vrede wat China wil, geen escalatie. We willen niet
我们更反对趁火打劫。中国做的，就像我刚才所说的，就是劝和促谈。 De Chinese buitenlandminister haalt nog eens hard uit naar de VS na het neerschieten van wat de Amerikanen een Chinese spionageballon noemen. Een hysterische reactie, aldus Wang Yi. De relaties tussen de VS en China lijken dus verder te verzuren. Blinken is intussen vertrokken naar Turkije voor de aardbeving. Wang Yi maakt in de loop van deze week nog een stop in Moskou. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn verschillende doden gevallen bij een raketaanval door Israël. Het Syrische leger zegt dat er 5 slachtoffers zijn. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft het dan weer over 15 doden. De raket heeft een flatgebouw in het centrum van Damascus geraakt. Daar zijn ook alle slachtoffers gevallen. Het doelwit was wellicht een Iraans cultureel centrum daar vlakbij, waar Iraanse militaire installaties staan opgesteld. Israël heeft de afgelopen jaren al honderden Syrische doelwitten aangevallen en geeft daar nooit commentaar bij. Elie Izerbiet heeft de veldrit gewonnen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel. Izerbiet start verschroeiend snel en enkel de Nederlandse kampioen Lars van der Haar kan hem volgen. Maar Izerbiet blijft beuken tot hij alleen wegrijdt, hoewel hij lang moet vechten voor een paar seconden voorsprong op Michael van Toernout en Lars van der Haar. Izerbiet wint en is tegelijk ook de eindwinnaar van de X2O Badkamertrofee. Bij de vrouwen steekt de Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel er alweer met kop en schouders bovenuit. Ze gaat al vroeg in de aanval en neemt de maat van de nummers 2 en 3. Lucinda Brandt en Annemarie Worst. De universiteitscross is al de 16e overwinning voor Van Empel. Ze is ook eindwinnares van de X2O Badkamertrofee. Straks om 7 springen we nog binnen in de boekenwinkel, want vooral in de hoek van de kinderboeken is er veel commotie ontstaan. Willy Wonka zal binnenkort wat beter op zijn woorden moeten letten, want de boeken van Roald Dahl die krijgen een inclusievere herdruk. Geen dikke of lelijke personages meer en genderneutrale Oompa Loompas. Benieuwd naar de mening van kinderauteur Mark de Bel, maar dat is vast voor binnen een uurtje.